Hij valt over het algemeen niet ver van de boom. En als je dorst hebt, is het fijn om er eentje bij de hand te hebben. En er is een hele wijk naar hem vernoemd, hier in Groezen. Kijk even, de Elstar, de Goudrenet, we hebben de Bellefleur. Ik heb het natuurlijk over de appel. En ik heb het niet zomaar over de appel. De appel is namelijk de absolute hoofdrolspeler in het klassieke gerecht van vandaag. De appelenpap. Het schijnt zo te zijn dat hij zelfs in de middeleeuwen al gemaakt en gegeten werd. Vandaag gaan we hem nieuw leven inblazen. Welkom bij Het Lekkerste van Gelderland. Een mooi plekje heb je uitgezocht, ja, Ferdinand. Tussen de bomen. Ja, en dit is hem, hè? Ja, dat is de appelenpap. Het gerecht van vandaag. Maar voordat we ons gaan storten op de appelenpap, eerst even over jou. Jij bent tuinder. Ja. Eigenlijk met de paplepel. Ingegeven, ja. Ja, ja. En daarnaast dus ook nog eens een keer kok. Want jij hebt deze appelenpap gemaakt. Ja. En jij kende hem van vroeger. Jazeker. We hebben vroeger ook wel eens gehad. Bij ons ging niks over stuur. Ik vond hem lauw altijd lekkerder als te koud. Hij moest naar mijn mening ook niet een paar dagen staan. Hij schijnt ongelooflijk oud te zijn. Ja, niet deze, maar de appelpap. Nee, deze niet. Deze is van vanmorgen. Maar appelpap, dat is een beetje gekomen in de jaren 1500, 1600. Toen zijn de mensen al anders gaan eten. Met de spullen die ze hadden in overvloed. En wat zijn de ingrediënten van de appelpap? Natuurlijk de appel. Tuurlijk de appel, maar ja. Wat en daar zit havermout in, er zit griesmeel bij mij in. En er zit karamel bij. Ja. Laat je inkoken. En dan doe je in tussentijd even een appeltje karamelliseren met een beetje krenten en een beetje abrikoos. En toen zat er ook nog iets anders in, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Maar daar weet jij meer van, dat ligt hier. Ja, dat is safraan. Wat is safraan? Safraan is de meeldraadjes van de krokus. Ja. En het mooie ervan is, dat was echt een heel luxe product. Toen al. Nu nog steeds. Maar dus de appelenpap was vroeger alleen voor de rijken? Nee, die versie van de appelenpap. Die versie met de safraan. De versie met de safraan. Want wat doet de safraan met het gerecht? Die maakt een beetje zoetig en een beetje houtachtig. Echt een hele aparte touch. Denk je dat mensen hem herkennen als ik straks mee in de straat op ga? Jawel, oudere mensen zeker. Oudere mensen zeker. En zeker de mensen die het vroeger niet breed hadden. Maar die gingen dus meer gebruiken wat ze hadden. Nou, ik ga dit pannetje meenemen. En ik ga ze aan de mensen vragen of ze hem kennen en of ze hem lekker vinden. Tot vanmiddag. Dankjewel. Hey. Ik ben in Westervoort met kleine bakjes van die heerlijke appelenpap. En ik ben heel nieuwsgierig of de mensen hem kennen of nog herkennen. Kijk, de kans dat ik iemand uit de middeleeuwen tref, die is klein. Dat begrijp ik. Maar toch. Yes, dit zou zomaar het lekkerste van Gelderland kunnen zijn. En ik ben heel nieuwsgierig of u weet wat het is. En misschien nog wel meer nieuwsgierig of u het lekker vindt. Moet ik het nu gaan proeven? Niks moet, maar het mag wel. Maar de vraag is of je weet wat het is. Ik denk zo. Moet ie? Ik proef wel appel, rozijnen. Ja. Kaneel. Mm-hmm. Appeltaart, vulling. Dat vind ik ook wel een mooie. Appeltaartvulling. Ja. Dat smaakt het na. Ja. Rijstpap. Mm. Gortepap. Mm. Havermout. Vind je het lekker? Ik vind het wel lekker, ja. Zeker. Heb je het wel eens op? Nee. Het is een, laten we zeggen, een oud Gelders gerecht. Een oud Gelders gerecht? Ja, maar hij is wel vanochtend vers gemaakt natuurlijk. Oh, nou, zo ziet het er niet uit. Ja, maar dat is precies de vraag die ik wil stellen. Of ik wat in mijn mond wil stoppen zonder dat ik weet wat het is. Ja, nou ja, ik kan je verzekeren, het is lekker. Het is allemaal goed, het is vers. Maar ik proef appeltaart bijna. Smaakt goed. Wel? Ja. Valt mee, hè? Dat valt mee. Want je keek een beetje twijfelachtig. Je dacht van nou, ik weet niet of dit lekker wordt. Het doet me denken aan vroeger pap of zo. Nou, je hebt al een goed woord. Je hebt al een goed woord. Nee. Ik zou het niet weten, nee. Appel. Ja, houd die vast. En, ja? Ja, en appelpap. Appelenpap! Nou, jij hebt hem gewoon. Je bent gewoon een van de eerste die gewoon spontaan uit zichzelf. Nou, dit is een klassiek gerecht uit de middeleeuwen zelfs. Wat? Toen werd het al gemaakt. Je zit naar het potje te kijken of je dat ook wil hebben. Nee, dat krijg je niet. Maar dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja.
Dat is grappig, hè? Is de eerste die hem spontaan uit zichzelf herkent. Bewust of onbewust, maakt niet uit. Het is wel zo dat ja, voor de rest heel weinig mensen de appelenpap niet kennen. Het wordt dus de hoogste tijd voor onze thuiskoks om dit klassieke oude gerecht nieuw leven in te blazen. Hoi, ik ben Marit. Ik ben 28 jaar en ik kom uit Arnhem. Hallo allemaal, mijn naam is Marloes. Ik ben 40 jaar, ik kom uit Eibergen. Hallo, ik ben Hanneke van der Werf en ik woon in Keijenborg. Ik heb daar een kookstudio. En momenteel ben ik lekker op de camping. Meer dan 20 jaar in de horeca gewerkt als kok. En sinds 2 jaar heb ik mijn eigen kookstudio hier in Eibergen. In het dagelijks leven werk ik als arts op de afdeling neurologie. En in mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten of spelletjes te spelen. Ik heb een groot gezin, een groot pleeggezin. Ik ben begonnen als groepsleidster. En daar heb ik voor het gezinshuismodel opgezet. Inmiddels heb ik ook nog 2 eigen kinderen en nog 4 stiefkinderen. Dus ons gezin is heel groot. Ik ben dus veel met koken bezig. Kook op locatie, kook in mijn studio, koken thuis natuurlijk. Ik haal veel inspiratie voor het koken uit tijdschriften. Uit boeken, van televisie, van het seizoen. Ik hou erg van de Spaanse keuken, van de Italiaanse keuken. Ik kook op een grote AGA-koeker. Een AGA is een groot Engels fornuis van gietijzer. En dat heeft, mijn heeft dan 4 ovens. En er zit een warmhoutoven in, een kookoven, een bakoven en een braadoven. Dus je kan er eigenlijk alles in doen. Ik vind het erg leuk om te koken en te bakken. Ik heb thuis al een paar keer geprobeerd om appelenpap te maken. Maar het recept moet nog wel een beetje bijgeschaafd worden. En dus dat ga ik proberen op de camping, op mijn mooie gaststel. Ik hou ook heel erg van bakken. Hier achter mij zie je allemaal van dat oude servies. Daar ben ik erg gek op. Ik heb een hele kast vol met allemaal oude suikerpotjes en etagères en kopjes en dingetjes. Ik hoop dat het goed komt. Dat gaan jullie zien. Doei! Sandra, appelenpap. Klinkt schattig. Ja. Ja, het is nou schattig. Appelenpap. Het is vooral, als je het ook ziet, is het, dan zie je bijna dat het heel oud is. Want het komt van origine uit de middeleeuwen, hè? Oh, wauw. Ja, met stroop en met gekarameliseerde appel. Het was vroeger eigenlijk voor de rijken, want die deden er nog een beetje saffraan wow. in. Saffraan, dat is een hele dure specerij. Dat weet jij. Mm-hmm. Ik wist het niet eens, maar ik weet het nu ook. Een beetje vanillesmaak, houtsmaak. Ja, vanille, zoetig. Het geeft ook heel veel kleur, hè? Het wordt heel mooi een beetje geel, rood-geel. Mensen die zeggen, het lijkt wel gewoon de vulling van een appeltaart. Als ze het proeven. Ja. Ja. Nou, dat zou wel lekker zijn, Jochem, als er een knappertje bij me. Ja, dus een beetje daar hoop ik bladerdeeg op. Of zo. Kijk, we hebben zeer goede kandidaten met eigen kookstudio's en zo. Als ze in staat zouden zijn om er iets aan toe te voegen, waardoor het A, vind ik, misschien iets beter toont. Ja. Want het ziet er ook echt middeleeuws uit. En dat er inderdaad een knappertje of iets erin, lekker. Daar hoop ik op. Nou, ik hoop. Op naar de appelenpap. Appelenpap. Marit, je werkt op de afdeling neurologie. Ja, maar ik heb een beetje gelogen, want ik begin over 2 dagen. Oh, je gaat op de afdeling neurologie. Ja. Van waar die interesse? Voor de hersenen en alles wat ermee te maken heeft? Het is gewoon een beetje magisch. En wat gebeurt er nu in jouw hoofd? Doet jouw lichaam nu wat je hoofd je opdraagt? Of? Een beetje. Heb je last van spanning? Een beetje wel. Het is niet helemaal mijn natuurlijke omgeving dit. Ja, ik vond het wel spannend, vooral aan het begin. Maar daarna is het gewoon gezellig koken hier. Je hebt vooral geoefend, geloof ik, op de camping. Ja. En later nog op een heel klein gasfornuisje bij vrienden in Frankrijk. Dus die hebben hem al gehad, de appelenpap? Ja. De laatste versie was goed. Maar het gras is wel jouw favoriete ondergrond, geloof ik, hè? Want je hebt ook gevoetbald, heb ik begrepen. Inmiddels, ik mag er niet meer helemaal op teren. Het is inmiddels lang geleden, maar ik ben groot voetbalfanaat gebleven. Ja? Maar, heb je een nare zomer achter de rug? Ja. Hè? Ja. Het was niet wat ik verwacht had. Nee. Nee. Maar er zit wel een overeenkomst tussen dat Nederlands elftal en wat je nu gaat maken. Want ze speelden als appelenpap, hè? Als toch? Appelenpap, ja. En in oranje. Ik had nog nooit van appelenpap gehoord. Ik vond het in eerste instantie ook niet zo lekker. Veel zuur. Maar uiteindelijk, als je er veel lekkere dingen bij toevoegt, wordt het best een lekker papje. Hanneke, leuk dat je er bent. Ja. Vind ik ook leuk. Heb je een appelenpap wel eens gemaakt? Nou, ik heb wel eens soepengrobbenbrei. Sorry? Soepengrobbenbrei. Zo heette dat vroeger.
Mijn vader was een Fries en die at dat. En dat is karnemelkse gortepap. Okay. Nou, daar lijkt het wel een beetje op. Jij kookt veel. Ja. Hè? Je hebt zelfs een eigen kookstudio. Ja. En je hebt heel veel kinderen om voor te koken. Heel veel, ja. Kleinkinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, eigen kinderen. Hoeveel in totaal? Heel veel. Stukken 25? Ja. Zoiets. Ik was groepsleidster op een internaat voor moeilijk opvoedbare jongeren. Toen heb ik het gezinshuismodel opgezet in de cabine de kinderbescherming. En wat was dan een van de gerechten waar ze allemaal echt rijkhalsen naar uitkeken? Taarten. Vooral taarten voor hun via. Ik heb de wereld aan taarten gemaakt. Echt waar? Ja. Wat we vandaag gaan maken, wat je vandaag gaat maken, is ook... Want ik heb heel veel mensen die het dan proeven, die zeggen tegen mij... Ja, het smaakt naar appeltaart. He, ja, dan in papvorm. Ja, ja. En dan in ja het papvorm. Is een beetje pap. Ja, appeltaart, ja. Ja, dat is het wel. Heb ik nog... Nee. Ja, ook nee, dat in de gaten houden. Ja, ja, zeker. Ik kook bij mij op een aga-koeker. En ik, zoals appelmoes, dan maak ik appelmoes, stop het in de oven. Maar na een half uur kijk ik en denk, oh, dit is wel goed. Dat kan niet aanbranden, kan niet misgaan, dat gaat altijd goed. En bovenop koken, zoals wij dat dan noemen als je een aga hebt, dan kan het aanbranden met vuur. Maar Loes, had je tijd om mee te doen? Ja. Ja? Ja. Want ik begrijp dat er een paar grote hobby's van je zijn. Uit eten en lekker op vakantie gaan. Ja. Ja? Waar ga je dan het liefst naartoe? Als je op vakantie gaat? Ja, normaal wel naar het buitenland. Maar ja, met corona blijven we toch maar... Ja, en welke landen zou je normaal... Ik ben vaak naar Curaçao geweest en Italië vind ik... En uit eten, eet je dan ook gewoon Frans of Italiaans het liefst? Of kan dat alles zijn? Het kan alles zijn. Het kan alles zijn, ja. Sushi. Ja. Sushi vind ik ook lekker. En vandaag appelenpap. Appelenpap, ja. Heb je hem al wel uitgetest? Jazeker. En wie waren de gelukkigen die het mochten uitproberen? Op mijn thuisfront. Ja, en waar bestaat de thuisfront uit? Mijn vriend Arjan en mijn zoon Wessel. En die vonden het echt heerlijk. Ja? En hoe oud is Wessel? Wessel is 7. Ah, ja, kinderen van 7, die spreken de waarheid. Ja, ik heb het 1 keer gemaakt en toen... Vond mijn thuisfront het een beetje lafjes. Dus toen dacht ik van, dan moet ik er nog wat bij in doen. Dus heb ik er wat vanille en extra citroen bij in gedaan. Want ik dacht, ik begin eerst met de basis. Kijken wat appelenpap is. En toen heb ik er vanille en citroen bij in gedaan. En toen vond ze het helemaal lekker. Ik heb... Eigenlijk gewoon dingen toegevoegd die ik lekker vond. Abrikoosjes in ieder geval? Abrikoos, amandel en wat citroen en wat vanille. En dat ruik ik ook hier. Ja, ik ruik de vanille en het zoet van de abrikoosjes, denk ik. Ja, want ik vond het allemaal wat zuurig. En op zich is dat lekker, vind ik, maar er moet wel een beetje zoet tegenover staan. Het komt door de zure appeltjes en dan zure karnemelk. Ja. En bloem bleef ik ook maar een beetje proeven. Dus ik heb op het laatste moment nog... Een beetje veranderd die naar... Die zat koken heel hard, volgens mij. Gaat goed. Alles onder controle. Dat zijn je appeltjes? Dat zijn mijn appels met een beetje vanille en een beetje suiker. Oh, dat ruik ik. En wat amandelen koken. En nu moet ik een pap maken. Amandelen koken? Nee, bakken. Bakken. Dus je wil een beetje crunch toevoegen met de amandeltjes. Ja. En ik zie havermout. Wat ga je met de havermout doen? Ja, dat wordt gewoon deel van de pap. Om het iets meer structuur te geven. Want het werd een beetje bechamel-achtig. Door alleen maar bloem en karnemelk. En ik heb ook een beetje melk toegevoegd om het iets romiger te maken. Je kijkt heel viezig bij, maar nee, dit wordt heel lekker, toch? Ja, dat hoop ik. Nee, ik vond het niet zo lekker, dus maar ik hoop je hebt het dat al nu een keer wel gekookt wordt. Nu? Dit ja, al ik een heb keer het, geoefend? Ja, ik heb het 1 keer lekker gemaakt. En toen was je er enthousiast over? Ja, ja, ja. Ja. Je bent lekker aan het kokerellen, Hanneke. Ja. Hou je bij het... originele recept? Of ga je helemaal all the way? Nee, ik ga niet all the way. Ik hou me aan de basis, maar ik doe andere ingrediënten. Ik heb in plaats van gewone bloem heb ik verkoren spelt. Dat is ook een oud graan. Ja. Ja. En wat nog meer? Je hebt allemaal je eigen ik potjes met eigen kruiden. Ik heb mijn eigen appeltaartkruiden. Wow. Want aanvankelijk wilde ik het alleen van sterrenijs doen in plaats van gewone anijs. Maar sterrenijs heeft langer nodig om zijn smaak af te geven. Dus ik ga toch voor mijn eigen appeltaartkruiden. Dus we krijgen een beetje een appeltaartsmaak. Ja, ja, ja. En mijn eigen stroop van mijn eigen appeltjes. Echt waar? Ja. Ik heb me vrij vastgehouden aan het originele recept. Ik heb alleen wat ingrediënten veranderd. Kruiderij heb ik veranderd. Ik heb een eigen kruidenmengsel gemaakt.
Maar Loes, het eerste wat me opvalt is dit. Dat is voor mijn oma. Ah, wat schattig. Ja, deze waar? Kopjes. Ja. Ah, wat lief. Ja. Echte oma kopjes. Ja. En hierin ga je het presenteren. Ja. Maar wat ga je doen met het recept wat gewoon hartstikke simpel is en eigenlijk... Ja, ik heb vanille erbij in gedaan en wat sterrenijs en kaneel. Door de appeltjes? Ja. Heb je water erbij gedaan? Ja. Ja. Dus het is een lekker moesje geworden. Ja. Op smaak. En dit intrigeert me. Karamelsaus. Oh, echt waar? Ja. Jochem zit niet in de jury, maar die gaat hier zijn vingers bij aflikken. Dat weet ik nou al. Ik heb te vroeg citroen bij mijn melk toegevoegd, of citroenrasp, en dat ging schiften. Wat is er gebeurd met de melk? Het gaat even mis. Dus ik ga gewoon nieuw maken, denk ik. Ja? Ja. Dat kost tijd, hè? Ja, maar dat gaat snel, denk ik. Snel genoeg. Ja, en ik heb nog karnemelk, dus ik denk dat het goed komt. Geen stress hier? Nee. Gewoon opnieuw beginnen. Ja. Heel goed. Een beetje stress, maar het komt wel goed. De appel is denk ik het meest populaire fruit in Nederland. Je hebt ze knapperig, zacht, zoet, zuur. Welke vind jij het lekkerst? Met de appel heeft iedereen wel iets te schillen. Het is ons meest populaire fruit dat het hele jaar door in vele soorten met uiteenlopende smaken, geuren, kleuren en structuren te krijgen is. De Elstar is de meest geteelde appel in Nederland. Deze appel dankzij knapperige, brosse bite aan het hoge percentage vruchtvlees. Appels worden vooral geteeld in dé fruittuin van Nederland, Gelderland. Voornamelijk rivierenland. Het ene ras leent zich goed voor taart, zoals de Golden Delicious. En de goudrenet is weer een must in een lekkere appelmoes. En een salade vraagt om een harde, frisse appel. Voor welke appel zullen de kandidaten kiezen in een appelenpap? De appel heeft inmiddels ook zijn plek gevonden in de literatuur. Zo valt de appel niet ver van de boom, een appeltje voor de dorst en een appeltje met iemand te schillen hebben. Adam, Eva en Sneeuwwitje zullen er in ieder geval vriendelijk voor bedanken. Wat gebeurt er nu in je hoofd? Ja, chaos, want het moet goed gaan natuurlijk. Echt waar? Ja. Dan weet je dat als toekomstige neuroloog goed te verbergen. Het ziet er heel relaxed uit, alsof je zegt van nou, dit is appeltje-eitje, letterlijk. Appeltje-papje, ja. Appeltje-papje, het is Tuurlijk ben ik wel een beetje zenuwachtig. Volgens mij heb je tijd over, of niet? Ja. Het staat gewoon de tijd een beetje vol te vreubelen. Of niet? Ja. Nee. Lijkt er wel op, hè? Nee, maar komt het goed of niet? Zit je op schema? Oh ja, helemaal. Oh, je maakt hartjes. Ja. Is dat nou niet leuk? Oh, dat komt bij de eindpresentatie. Ja. In al mijn gerechten, in al mijn dingen wat ik maak, komt een hartje. Ja? Altijd, ja. En zei je nou net dat je kleinkinderen je ook oma hartje noemen? Ja, soms wel, ja. Oma hartje. Een appelenpap ziet er niet zo heel erg smakelijk uit, eerlijk gezegd. Dus ik dacht, nou, dan maak ik het heel leuk met in een appeltje. Ben je gespannen voor de grande finale? Nee, niet meer. Niet meer? Nee. Tot wanneer was je dat wel? Totdat ik hier binnenkwam lopen, mijn spulletjes neer had gezet en toen dacht ik... Het gaat wel goed komen. Het ging goed vandaag. Ik ben wel gewend om onder druk te presteren. Dus vandaag ging goed. Sandra en Ferdinand, we gaan ons opmaken. Hè, voor de eigenlijk 21e-eeuwse variant van de Pamay. Die in 1510 in Frankrijk ergens bedacht werd. Ja. Toen werd die opgeleukt met een beetje saffraan. Volgens mij, Sandra, gaan we dat vandaag niet zien, hè? Nee, ik heb geen saffraan zien liggen. Wel vanille, natuurlijk ook een hele dure specerij. Ja. Om een beetje jou bij te praten, Ferdinand. Ja. Hanneke is denk ik het dichtst bij het origineel gebleven, wat jij ook hebt gemaakt, hè? En zij heeft de hele specerijkast erbij gehaald. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Hoe is het met de andere dames? De andere, Marit, die heeft uit Frankrijk abrikoosjes meegenomen, amandeltjes meegenomen. Dus dat is haar twist. Er komt een soort van Franse twist. Is wel leuk, want dat zijn ook de roots van de appelen. Daar ligt de roots, van de Pamay. Zo is het. Très bien. En Marloes die gaat daar een favoriet van Jochem denk ik vooral aan toevoegen. En dat is een soort karamel, een soort roomboter babbelaar saus. Die gaat er overheen. Ik heb rozijntjes gezien. Hoe klinkt dat, Ferdinand? Ik hoop dat ze een eigen twist aan geven. Dat is juist mooi, hè? Dat iemand een product zichzelf maakt. Ja. Ja, dat vind ik belangrijk. Oké, ik zou zeggen, laat de dames maar komen. Top dat je er bent. Je gaat hem onthullen, hè? Mag ik hem onthullen? Ja, je mag hem onthullen. Graag. Oh. Vertel even.
Nou, dit is een appelenpap met abrikozen, amandelen en vanille. Dankjewel. Tot toe, eet smakelijk. Het ziet er top uit. Ja, die abrikoosjes uit Frankrijk, die waren heel mooi zoet. En dat ben ik eigenlijk niet zo gewend in Nederland. En dan die crunch van die amandeltjes. Dus ik was meteen heel erg verrast. Ik vind het mooi dat structuur niet te fijn is. Je moet toch een beetje dat brei gevoel hebben. Ze heeft de moeite genomen om, als je heel goed kijkt, zie je zwart, heel klein zwarte puntjes. Ja. Om echt vanillestokjes te gebruiken. En dat is echt heel smaakvol en heel subtiel. Ik zag ook zakjes vanillesuiker en ik zag nog een vanille-extract, een siroopje zeg maar, staan. Ja. En dat zijn allemaal chemische toevoegingen. En als je durft te vertrouwen op je vanillepeul, dan is dat helemaal niet nodig. Dus dat vind ik wel jammer. Weten we genoeg? Ja. 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 Dan laten we Hanneke komen. Ja, daar is ze. Oma Hartje. Met de Fries Amsterdams Gelderse appelenpap. Ik ben benieuwd. Ja, het hartje. Oh. Nou, mag je er vanaf? Tada. Tada. Wat ziet het er fantastisch uit om te beginnen. Nou. Dankjewel. Heb je nog een toelichting op jouw appelenpap? Dat ik in plaats van gewone bloem volkoren speldmeel heb ik gebruikt. Ja. Eet lekker. Gaan we doen. Zo cool, hè, dat je van je eigen appelen stroop maakt. Maar Ferdinand, wat is jouw eerste indruk? Zoals het opgediend werd, vind ik het heel mooi. Het is een verfrissend iets. Een heel mooi dingetje wat naar voren sprong. En dat was met name het speld. Speld is een mooi zwaar graansoort. Wat echt wel leuk was. Alleen ik vond de kruiden iets te overheersend. Ja, ik proef het als het dus gewoon... Als het allemaal zelf gemaakt is. Mm-hmm. Met eigen natuurlijke ingrediënten. Maar je proeft dat? Eigen appels. Ja. Jullie kunnen dat. Nou, daarom zitten jullie in de jury. Ik daarom zit alleen in de jury. Hij mocht iets grover zijn in dit geval. Ik snap dat je dat zegt, Ferdinand. Ja. Nou, dan kunnen we op naar kandidaat 3. Oftewel Marloes. Marloes. Yes. Ik denk dat ik al weet wat eronder zit. Nee, nee. Ja. Nou, sowieso wat het gerecht is, maar ook waar het in zit. Ja. Ja. Hè? Die weet ik ook. Met in gedachte oma. Ja. Ja. Dat hij goed staat. Wow. De appelenpap. Kijk nou toch eens. Ferdinand, ja. Heb jij... Nu al vragen hierover. Ja, ik vraag me wel af van waar die Indische kers. Nee, ik vind het gewoon mooi van kleur. Het steekt mooi af. Dankjewel. Graag gedaan. Ik heb daar mijn best op gedaan, maar we gaan zien wat ze ervan vinden. Ja, jij vroeg naar het bloemetje, omdat je vraagt waarom die smaak wordt toegevoegd. Ja. Maar het is voor de sier volgens mij, hè? Het is de eerste waarbij ik de karnemelk echt proef. Nou, ik had eerst liever gezien met een andere meelsoort. Dat meen ik echt. Met welke meelsoort? Mooie havermout. Juist. Mm-hmm. Maar betekent dat dat je hem te melig vindt? Dat je een andere structuur had gewild? Je moet, een appelpap moet wel zwaar zijn. Wat ik fijn vind, zou ik je zeggen. Ik had die saus. Ik denk, daar gaat zoveel overheen. Dat gaat bij mij geen klik geven, zeg maar. Maar ze heeft hem heel subtiel gedoseerd. Waardoor ik de combinatie met die... Het is echt, je proeft die karnemelk heel goed. Karnemelk proef. Volgens mij is dat wel hoe appelenpap moet zijn, hè? Ja. Voor mij zijn er twee die echt bovenuit steken. Ik vind het een moeilijke keuze. Ik heb geen idee wat mijn kansen zijn. Het is maar net wat de jury, waar ze van houden. En hoe zij denken dat echt hoort te zijn, de appelenpap. Marit, Hanneke en Marloes, jullie hebben je vandaag... gestort op een gerecht uit de middeleeuwen. En wij hadden vandaag, verwacht, gehoopt... dat er echt 2021 versies zouden komen. Jullie zijn alle drie toch redelijk het origineel trouw gebleven. En dat maakt het voor de jury ongelooflijk lastig. Jullie hebben best lang moeten wachten. Maar nu, Sandra, het verlossende woord is ook weer voor jou. We hebben het ons ontzettend laten smaken. En inderdaad, we hebben er heel erg lang over gedaan. Marit, jouw appelenpap stak hem met kop en schouders bovenuit qua structuur. Wij waren echt weg van dat we gewoon nog lekker bite hadden. Volgens Ferdinand, ja, ook het moet een brei of juist niet een brei. Maar in ieder geval structuur hebben. Wat ik jammer vond, ik heb gezien dat je echte vanille hebt gebruikt. We zagen ook zwarte puntjes zitten. En toen vond ik het jammer dat je niet de peul mee hebt laten trekken nog, maar toch... Super goed gedaan. Maar er waren er twee, die hebben ik in ieder geval helemaal opgegeten. En Ferdinand volgens mij ook.
Hannek, als ik bij jou begin. Heerlijk, ja, jouw appelstroop, dat heb ik maar zitten lepelen. Dat vond ik echt fantastisch, dat je dat zelf gemaakt hebt ook. En dat is zo mooi van smaak. Maar die van Marloes was ook top qua presentaties. Daar konden we het niet op laten winnen of verliezen. Ja, je had ook minder structuur erin. Het was wat een gladdere pap. Maar je had weer gekarameliseerde appeltjes erop, waardoor je toch een bite had. Dus dat vonden we erg lekker. En wat bij jou heel erg opviel, was de karnemelksmaak. Dus ik weet niet of ik het mag gaan zeggen, ja, Jochem. Het zou leuk zijn als het in de loop van de avond gebeurt. Ja. Hè? Ja. Heel eenvoudig gerecht, maar dat je toch zo ongelooflijk lekker kunt bereiden en zo van kunt genieten. Het was helemaal op. Het wordt die van Marloes. Marloes! Gefeliciteerd! Maakte woehoe! De lekkerste appelenpap. Alsjeblieft, je bent de finalist appelenpap. Ja. Had je het verwacht? Nee. Ik had even geproefd, ik had het verwacht. Ja? Ja. Ja, ook heel lekker, maar... Ja. Ja, ik vond ook die appeltjes, oh, heerlijk. Lekker. Ja, leuk dat ik heb gewonnen. Dat bite met dat appeltje was heel erg leuk, ja. Ja, maar Loes werkte, had echt zo'n fles karnemelk van een lokale boer gehaald, waar ze altijd graag komt. En ja, dat proef je toch? Zo, we zijn eruit. Het was een hele bevalling, maar de allerlekkerste appelenpap is toch echt gemaakt door Marloes. En de twist was dat beetje karamel. Oh, lekker, heerlijk. En het was ook nog een keer een prachtig eerbetoon aan oma Corrie. Nou, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Het Lekkerste van Gelderland. Ik ben heel nieuwsgierig wat er dan op het menu staat. Tot volgende week.